Vandaag sta ik in een hele leuke tuin. En wat ik hier ga doen is iets heel cools, want we hebben de tent op airbag hier gelegd. En het doel is om zo uit dat raam te jumpen in de airbag. Dames en heren, welkom bij een goed nieuwe video. Mijn naam is Rutger. Vandaag sta ik in een hele leuke tuin. En wat ik hier ga doen is iets heel cools, want we hebben de tent op airtrack gelegd. Huh? Wacht. Airbag. Tuurlijk. Tent op airbag hier gelegd. En het doel is om zo uit dat raam te jumpen in de airbag. Of dat kan, geen idee. We gaan het gewoon proberen. Dit dak hebben we ook nog. Gaan we ook trucjes vanaf doen. Ligt hij hier chill? Zeker weten. Ligt kan hij in de breedte alles? Nee. Dus je moet een beetje mikken waar je springt. Maar dat kunnen wij. Nee, ik denk het niet. Het is heel goed bezig met vastknopen. Ziet hij stevig is? Doe jij hem vast aan. En dan gaat Quint als eerst springen. Zin in, Tijen? Zeker. Wow! Oh! Klaar voor? Ja. Ja, oh, leuk idee. Met je eigen dak gaan. Wow. Prima hoor, prima, netjes. Tisha, hé. Dit is een airbag niet aan. Duim, ja. Wow. Kan je hem gaineren, denk je? Ik denk dat dat wel kan. Had al iets verder gekund. Ja? Ja. Woe! Ah, lekker mooi. Zo. Ja. Wow. Oh, sorry dat ik heel erbij was. Tisha, wat vind jij ervan om een keer erboven te gaan? Ja, ik ook wel. Nou, ga maar. Ja. Mooi hoor, hey, netjes. 2, 1. Lekker. Hoi, yo. Wat eng, help me. Ja. Ik laat, Quint laat jullie zien hoe het van bovenuit ziet. Ik ga het hier omhoog. En dan geef ik de camera aan Quint. Oké, okay, nou, nu hebben we een heel mooi POV van het dak. En daar gaat Rutger. Barani. Woo! Denk je dat je vol kan? Ja, ik heb een korkje op. Oh, een korkje op. Nou, zometeen gaan we Tijen nog even zien, jongens. Wat denken jullie dat Tijen gaat doen? Ja, wel iets engs, denk ik. Nou, Tijen, laat eens wat cools zien. Ja, een frontvoel kan je wel. Ik zit op de dek eigenlijk. Als je dan dus tukt, heb je al een frontflip op een gegeven moment. Als je dan tukt in de lucht, heb je een frontflip. Ik heb zo cool. Kijk, eerst jouw moment. Ja, ik ben al niet geweest. Nee, daarom. Ik had het zo heel dichtbij. Of zie je wel mijn hele gezicht? Nee, zeker. Volgens mij zie je alleen mijn neus. Top. Zal ik gewoon eerst even op mijn billen landen voor het eerste gevoel? Nee, zou ik niet doen. Ik zou denk ik gewoon een dubbel voel doen of zo. Iedereen zit hier mee te klooien, inderdaad. Ja. Zo! Wat een lef. Ik ga frontflip proberen. Ja, dus maar echt niet mogen. Echt duiken. Nee. Gewoon wat net zelf als net, alleen draaien. Dat oeh, dat is wel spannend. Ja, dat moet even bedenken, maar... Ja, lijf hoor, hé. Tijen, ga je doen. Ja, oké. Okay. Oh. Lekker, zijn been is bijna eraf, maar voor de rest ging het heel goed. Even voor alle kijkers thuis, stel je voor je hebt een airbag thuis en een dakraam. Dan adviseren wij het niet om te doen, want het is best wel gevaarlijk, maar wij zijn professionals. Wat is het eerst? De mic is eraf. Is het niet een idee om het achter te vliegen? Ja! Ja, is leuk. Klaar voor! Ja. Laatst kreeg je eigen huis, dat vind ik ook wel fijn, toch? Ja hoor, heel goed. Even nog een andere POV, hè? Ja, is goed, ja. Hé jongens, dit is echt wel hoog, hè? Is gewoon 2 verdiepingen, hè? Ja, best hoog. Ah, nee. Waarvoor? Dat... Ik doe even een duikje. Een duikje. Ah, dat was wel de Rutger duik, hè? We hebben de airbag net bij het raam gezet. Ja, dat was leuk. Maar we doen ook nog even achter de trampoline. En Quint zegt, ik kan wel een dubbel. Maar dat vraag ik me dat dus heb al. Ik helemaal niet gezegd. Maar ik kan wel een dubbel. Buiten de camera, zei je dat toch net? Ja, dat zei ik. Dat zei ja, ik ja, altijd ontkennen. Dit wordt niks. Ja, dat werkt. Nou, het is helemaal daar heen. Toch jouw probleem. Ja, dat maakt wel. Oké, nog één keer. Wat? Tijen gaan we doen. Dit is echt net niks. Ja, kijk eens. Wow.
En op een match zou het niet kunnen, maar dit, een rol moet je echt naar Airbag volgen. Zo! Ook leuk! Cyber naar Cyber mijn rug. Ik heb er even een blok van gemaakt, dat hij helemaal dicht zit. Hij ontploft bijna. Kijk dan! Hij heeft weer het goed, hè? Vet, hè? Oké, wie kan nog meer een backflip erop? Hey! Tiers, nu jij. Denk je dat het lukt? Ja, joh, kan jij makkelijk. De vraag is, durf ik een backflip? Ja! Makkie! Ja! Ja! Wat een mooie einde! Oh shit! Lekker! Dames en heren, we gaan de airbag weer opruimen als je er ook in wil springen. Kom dan, Quint, naar de 3 uur les. Kom met 2 graag springlessen. Ja, ook naar het evenement toe, maar ook naar de vrienden les, allebei. Maar 10 september gaat evenement inderdaad, dat is heel goed. 10 september. Maar waarschijnlijk is dan deze video precies online gekomen op die dag, dan heb je niks meer aan. Oh ja. Volgende evenement. Volgende. 15 oktober, Gym Excel. Gaat hij ook staan. Goed plan. Teer, sluit juist de video af alsof je echt een YouTuber bent. Go. Nou, leuk dat jullie naar deze video keken. Doe allemaal even een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei. Op zich was je heel erg in de buurt. Eén woordje. Met de A. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Later.